Mensen, welkom. Mooie grote groep. 60 man zijn we met z'n allen. Laten we losbranden. Stel mezelf even voor. Ik ben Niek Bosma. Ik heb 13 jaar binnen de muskelnattenbestrijding gewerkt in Friesland. Met erg veel plezier gedaan. Gelukkig is er ook nog een Friese bestrijder, Abel. Ik zie hem niet eens. Hey Abel. Leuk jullie weer te zien, maar ook leuk om veel dijkbeheerders te zien, keringbeheerders. Ik denk dat dat een gedeelte ook de doelgroep is voor vandaag. En we hebben een hele mooie lijst met sprekers, loop ik straks eventjes met jullie door. Na 13 jaar muskelnattenbestrijding ben ik in een andere tak van sport beland. Ik bereken tegenwoordig. Hoe hoog keringen moeten zijn, hoe sterk ze moeten zijn. Maar ik doe ook onderzoek in veenweide en onder andere ook onderzoek in muizenproblematiek. En Jaap gaf me toestemming om die filmpjes te laten zien, want dat is het leuke voor ons werk. Ik zag zo net ook allemaal filmpjes van bevers in moeilijke situaties en ik zie altijd heel veel filmpjes. Nou, ik heb dat soort filmpjes ook op mijn mobiel staan. En dit zijn twee filmpjes over de muizen. Muizen stond volstrekt en onrechte niet op het programma. Dus dat mag ik nu nog eventjes invoegen, want het is best wel actueel. Misschien kun je het geluid eraf gooien, Steven. Overzicht. Je ziet hier helemaal onderin. Ja. Je ziet dus allemaal stokjes. Elk stokje is een muizengat. Er zitten dus eigenlijk enkele honderden muizengaten in een primaire kering in de buurt van Hinderlopen. Bovenin hebben we een pomp staan en het water loopt naar beneden, zoekt zijn weg via de wisseltjes, loopt muizengangen in. Dus elk stokje is een muizengat. Ja, nou ja, je kering is behoorlijk geperforeerd. Gelukkig is je best nog wel sterk. Het gras is sterk, de wortels zijn vooral sterk. Dat hebben we goed onderzocht en dat was geruststellend. Maar zet hem maar weer aan, Steven, zonder geluid. Wacht even. Dat is toch nog. Kunnen we weer aan? Nee. Ja, ik laat het nog even. Maar je ziet het water naar beneden lopen. Het loopt bovenin een muizengang in. Er zijn foto's. Die muizengangen die lopen meters door die kering heen. Bovenin gaat het water erin. En 6 meter verder onderin komt het eruit. En spoelt hij in deze tijd ook de jonge muizen mee naar buiten. Ja, tijdens een calamiteit, als er water overheen slaat, dan krijg je dit effect. We waren in het begin bang dat je daar zo met mini-piping zou krijgen en dat er materiaal meegenomen zou worden. Gebeurt wel iets. Ja, jonge muizen die spoelen ook mee. Nou, dat hebben we bij de vorige plaag 2014, 2015, toen half Friesland, Veenweide, zwart was, hebben we dat ontdekt. En nu zijn we bezig om een oplossing te vinden. En we merken dat bevloeien de beste oplossing is voor je percelen. Ja, dat gaat dan om slangen rond 40 centimeter. Je ziet ze ook bij de ijsbaan in de bocht liggen, hè? Een heel sterk doek. Maar je kunt het ook met worteldoek doen, veel goedkoper. Dan kost een slang van 300 meter kost een 1000 euro. Die andere slang kost 400 euro. Ja, dit soort haspels ken je wel, hè? Dus je kunt ze heel makkelijk oprollen. Dus je probeert ook dat de boer er zo weinig mogelijk tijd aan kwijt is. Je ziet op achtergrond zie je allemaal meeuwen. Je krijgt duizenden muizen krijg je los. In dit geval kwamen er een 600 meeuwen op af. Ja, een nieuwe tak van sport. Vrij massief en moeilijk te beheersen. Want we zijn niet aan de winnende hand in Friesland. Percelen krijg je wel schoon. Maar je krijgt niet een hele polder krijg je schoon. Dan moeten alle boeren tegelijk opwerken. Ja, het is heel erg arbeidsintensief. Nou, dat eventjes over de muizen. Hebben die in ieder geval ook nog even meegenomen. Wat is het programma? Bram Koester van Naturalis. Expert met insecten en andere ongewervelden. Waaronder de kreeft ook valt. Interessant verhaal. Dolf Moerkes, vooral over de juridische kant van het verhaal. Daan Bos, kennen we allemaal. Leven van
alle ratten, maar ook muskusratten. Henk van Hemert, Stoa, Stabiliteitsverhaal, Marcel Kok, Bevers. Ja, dan, en daarna speeddate bij die sprekers langs. Leg ik direct na de koffie eventjes uit. Ik denk dat het gewoon goed is dat ik Bram het woord geef. Want ik ben heel benieuwd naar jullie verhaal, Bram. Dus Bram los, zou ik zeggen.